dit is een voorbeeld van een placemat. Een placemat heeft 5 vakken. 4 kinderen zitten rond die placemat. De juf stelt een vraag. De kinderen noteren hun eigen antwoord in het vakje dat voor hen bestemd is. Het juiste antwoord wordt daarna genoteerd in het middenste vakje. Daarna wordt het antwoord besproken door leerkracht en leerlingen samen. En dan kunnen ze hun antwoord vergelijken met het juiste antwoord. Dit is een voorbeeld van een study buddy. Je kan een prikkelarme ruimte creëren in de klas door het plaatsen van een study buddy.
Zo wordt het kind niet afgeleid door externe visuele prikkels en kan het rustig zelf verder werken. Hier zien we een concrete voorstelling van het isgelijkheidsteken. Hiermee kunnen we heel gemakkelijk een kleiner dan of groter dan teken van maken door aan één van de twee kanten de beentjes bij elkaar te knijpen. Knijpen is een kleiner makende beweging, vandaar het kleiner dan teken. Dit is heel gemakkelijk te maken. Wat je nodig hebt zijn gewoon twee splitpennen en twee strookjes papier en dat eventueel geplastificeerd is. Het complimentendoosje wordt gebruikt om leerlingen bewuster te maken van het krijgen en geven van complimenten. Het doosje werd met drie namen in de bank gestopt en die leerling moet die dag complimenten geven aan die drie leerlingen in het doosje. De leerlingen die complimenten gekregen hadden, moesten dan ook op een moment van de dag dit vertellen aan de juf. Zo werden ze ook zij bewust van het feit dat ze een compliment gekregen hadden.